Nou, met mondkap op en beslagen brilglazen. Ja, met mondkap op en beslagen, beslagen ruiten, hè? Ja. Ja. En een van de eerste die nu meewerken aan dit grote onderzoek in Lansingerland. Ja, dat klopt. Jullie hadden zoiets gelijk doen? Ja, wel. Ook ja. Van eventjes gelijk gisteren bellen hebben we dat gehad. Het ging wel goed. En, het kietelt alleen een beetje. En voor de rest is het niet zo heel veel. En wat kietelt er als dat stokje door je neus gaat? Ja. Ja. Waarom vinden jullie belangrijk dit onderzoek? Nou, ik geloof dat het voor iedereen belangrijk is. Dat het voor onze gezondheid belangrijk is. En we willen gewoon weer de straat op. We willen weer gewoon kunnen leven, toch? Ja. Vind ik wel. En als we daar hiermee mee kunnen helpen, dan doen we dat gewoon. Ja, natuurlijk. Dat is zeer belangrijk. Dat vind ik wel. Kijk, ze doen het niet voor niets natuurlijk. Hè? Ik bedoel, en dan vooral natuurlijk dat de gemeente ineens iedereen laat komen. Dat is wel zo prachtig. Dan weet je zeker dat je buurman het ook is geweest. Of niet, maar dat is haar principe. Vond je het spannend? Ja. Ja. Maar het ging nu goed, hè, Noor? Ja. Of ja, we zien eigenlijk niet dat andere gezinnen het niet doen. Tot nu toe horen we alleen maar van alle vriendjes, vriendinnetjes, ouders dat ze zich laten testen. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Ja, zo snel mogelijk weer naar school, hè? Ja. Hierachter.